De regering heeft meer middelen nodig om de begroting te financieren. Dit is de reden waarom president Desi Bouterse vanmiddag in het perscentrum een spoedoverleg heeft gehouden met de Raad van Ministers en de coalitie. Hierbij is de begroting voor het dienstjaar 2018 uitgebreid besproken. Vicepresident Ashwin Adin zei kort na de bijeenkomst dat de regering een nota van wijziging zal indienen aan het parlement. Deze nota is volgens de vicepresident noodzakelijk omdat enkele ministeries meer middelen nodig zullen hebben. Er komt een nota van wijziging, dat is de conclusie dus. En wat zou opgebracht moeten worden extra op de nota van wijziging, totdat andere zaken aangepast kunnen worden. We hebben de grieven gehoord van de bepaalde DNA-leden, ook binnen de fractie, om te kijken van wat kunnen we nog betekenen en wat voor verlichting kunnen we op enkele ministeries bewerkstelligen. Dat moest heel scherp geanalyseerd worden, hebben we gedaan. Waar de pijnpunten zijn, welke projecten, zodat wij toch wat surplus, desnoods, liefst willen we surplus, op de begroting kunnen plaatsen, zodat die nota van wijziging correct wordt ingediend. Dat was de meeting. Vicepresident Ashwin Adin vanmiddag na de spoedbijeenkomst in het perscentrum. Er is afgesproken dat de regering een nota van wijziging zal indienen in het parlement voor het vrijmaken van meer middelen.